Hallo, ik ben Pim Voormeulen en ik heb neurofibromatose. Neurofibromatose is een chronische ziekte en dat betekent dat ze al je hele leven bij je draagt en ook je hele leven bij je zal dragen. Bij neurofibromatose heb je zowel uiterlijke klachten als psychische klachten. Uiterlijke klachten zoals bultjes op de huid of bepaalde vlekjes. Er zijn ook psychische klachten. Psychische klachten zoals concentratieproblemen, leerproblemen, sociale vaardigheden en dat soort dingen. Wat je ook vaak ziet zijn motorische problemen, spraakproblemen en ook is er een vergrote kans op kanker. Ook is het een progressieve ziekte, wat betekent dat het ieder moment in je leven erger kan worden. In deze documentaire ga ik langs bij verschillende artsen en patiënten om te laten zien wat neurofibromatose is en hoe mensen daarmee omgaan. Het probleem is met neurofibromatose is dat er heel weinig over bekend is en daardoor is er heel weinig begrip voor. Daarom wil ik hier verandering in brengen. En maak ik deze documentaire. Eerst ga ik langs in de stad en dan ga ik kijken of mensen weten wat neurofibromatose is. Neurofibromatose niet. De beweging en dat er iets met cellen tussen verdelen, ik heb geen idee. Met zenuwen en fibromatose, is dat een zenuwenaandoening of zoiets? Nee, ik heb geen idee, nee. Neurofibromatose. Ik werk wel in de gezondheidszorg, maar het heeft iets met zenuwen te maken, wat het precies is. Neuro is iets met neurotransmitters, iets met zenuwen, zou ik denken, maar geen idee verder. Iets met het mens. Iets. Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Iets met hersens of zo. Neuro. Nee, echt geen idee. Nee, geen idee. Iets met je hersens, maar. Ja, iets met je hersenen, denk ik. Maar. Ja, verder kom ik ook niet echt. Jeetje, ik dacht dat ik gestudeerd had, maar nee. Zoals jullie zien is er heel weinig bekend over neurofibromatose. En doordat er zo weinig over bekend is, is er ook heel weinig begrip voor. En hier wil ik verandering in brengen. Als volgende ga ik langs bij verschillende artsen. Ik ga langs bij kinderarts Rianne Oostenbrink, wetenschapper Thijs van der Vaart, kinderpsycholoog André Rietman en neuroloog Marie-Claire de Wit. Deze kunnen mij een goed breed beeld geven van wat neurofibromatose is. Ah, Pim. Hoi, Pim Voormeulen. Hi, Thijs van der Vaart. Kom binnen. Ja. Dit is het laboratorium. Wat is neurofibromatose type 1? Neurofibromatose type 1 is een aandoening. En die aandoening wordt veroorzaakt door een foutje in het gen voor neurofibromatose. Als je daar een foutje in hebt, dan krijg je neurofibromatose. Nou, zo'n gen dat codeert, oftewel dat vertelt aan het lichaam wat het lichaam moet doen. En nou ja, dat is dus wat er bij neurofibromatose niet goed werkt, omdat er een foutje zit in dat ene code, in die ene code. Maar wat voor onderzoek doet u precies met neurofibromatose? Dat wij doen, dat richt zich voornamelijk op leer- en gedragsproblemen die voorkomen bij neurofibromatose. Er zijn dus kinderen die NF1 hebben en die hebben moeite op school. Of die hebben moeite met gedrag. Nou, het onderzoek wat ik doe, is om te kijken of je misschien een medicijn is om die leerproblemen wat te verminderen. We hebben 84 kinderen met neurofibromatose gevraagd om mee te doen. En de helft van die kinderen kreeg simvastatine. Dat is de naam van het medicijn. De andere helft kreeg een placebo. We kijken dus welke van de twee groepen het beste presteert op die testen. Als het nou zo is dat de groep kinderen met simvastatine veel beter is dan de groep kinderen met placebo, dan weten we nou dat simvastatine dat helpt dus blijkbaar tegen die leer- en gedragsproblemen. Nou, zoals u zei, doet u ook onderzoek over neurofibromatose met muizen. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, het is zo fascinerend eigenlijk dat het de ziekte neurofibromatose door zo'n foutje in het DNA komt. Doordat er een foutje in het DNA zit, kunnen we dus ook muizen maken die ook neurofibromatose hebben. Muizen hebben dat gen ook. Muizen lijken qua genetica, dus qua welke genen ze hebben, eigenlijk heel erg op mensen. Dus we hebben de muizen bijvoorbeeld een bepaalde locatie in een zwembad laten leren. Muizen kunnen heel goed zwemmen en doen dat ook erg graag. En als je ze laat zwemmen, dan willen ze op een gegeven moment naar een platform. Het platform zit onder water en we trainen de muizen om dat platform te vinden. En wat we zien is dat muizen met neurofibromatose het platform wat minder snel leren dan broertjes en zusjes muizen die neurofibromatose niet hebben. Nou,
Er is heel weinig bekend over neurofibromatose. Daarom is er ook vaak heel weinig begrip voor. Wat vindt u hiervan? Nou, ik vind dat eigenlijk niet een goede zaak. Neurofibromatose is een complexe aandoening. Sommige mensen hebben er weinig last van en kunnen makkelijk mee. Sommige mensen hebben er echt heel veel last van. Als er meer begrip voor is, dat het leven van mensen met NF1 dan wat aangenamer wordt. Ik denk dat dat hoog nodig is. Dag. Hallo, Pim Voorheden. Dag, ik ben Rianne Oostbrink. Ik ben kinderarts in het Sophia Kinderziekenhuis. Hallo. Wat kunt u vertellen over het ontstaan van neurofibromatose type 1? Neurofibromatose is een erfelijke aandoening. En het ontstaat doordat er een verandering optreedt in het erfelijk materiaal in het NF-gen. En het NF-gen codeert voor een eiwit, neurofibrine. En dat is verantwoordelijk voor het aansturen van celdeling. En daarom krijg je, als je neurofibromatose hebt, neurofibromen. En wat zijn neurofibromen precies? Je hebt eigenlijk twee grote groepen verschillende neurofibromen. De meest zichtbare zijn de subcutane en de huidneurofibromen. Dat zijn woekeringen van het steunweefsel rond de zenuwen. En in de huid zitten natuurlijk hele kleine zenuwuiteindjes. En ook daar kunnen kleine woekeringen, bobbeltjes ontstaan. En die zijn heel duidelijk zichtbaar. De onderhuids gelegen neurofibromen, die hebben eigenlijk hetzelfde ontstaansmechanisme, maar zijn soms wat minder goed zichtbaar, maar kunnen wel veel klachten geven, omdat ze tegen iets aandrukken of omdat ze in de weg zitten. Verder heb je dan ook nog de plexiforme neurofibromen. En dat zijn de woekeringen van steunweefsel van de grote zenuwen. Soms hoeven die helemaal niet zichtbaar te zijn aan de buitenkant, maar kunnen ze aan de binnenkant klachten geven. Of omdat ze zo groot worden dat ze ergens tegenaan duwen. Of omdat het tegen het zenuwweefsel aan zit en het invloed heeft op het functioneren. Of omdat het bijvoorbeeld heel veel pijnklachten kan geven. En wat zijn café au lait plekken precies? Het zijn koffie met melk gekleurde vlekken. Lichtbruin. Ze zijn vaak wat egaal. Maar de randen kunnen een beetje grillig zijn. En die zitten in de huid. En dat is eigenlijk een van de duidelijkste kenmerken bij iemand met NF. Er is heel weinig bekend over neurofibromatose. En dan is er ook heel weinig begrip voor. Wat vindt u daarvan? Nou, als dokter vind ik dat erg jammer. Vanuit het oogpunt dat ik soms kinderen zie waarbij op een gegeven moment de diagnose neurofibromatose gesteld wordt. Waarbij dan opeens ouders heel veel dingen herkennen waar ze al lang tegenaan lopen. En in dat geval denk je wel eens dat als er eerder aan de diagnose gedacht was, dat er misschien ook eerder advies had kunnen gegeven worden. Daarnaast is het zo dat we ook nog niet alles weten over neurofibromatose. En met name over de behandeling weten we niet zoveel. Hoe bekender een aandoening is, hoe beter er ook vaak mogelijkheden zijn om er onderzoek naar te doen. Goedemorgen. Hallo, Pim Vormheulen. André Rietmaar. Hallo. Ga zitten. Waar ik me bij NF vooral mee bezig hou is met kinderen in de eerste plaats. En bij kinderen merk je dat neurofibromatose vooral tot uiting komt in de leer- en de gedragsproblemen van kinderen. Ik denk de grootste groep is wel de groep van kinderen met aandachtsproblemen, waarvan een deel daarvan ook hyperactiviteit heeft. Waar we nog niet zo heel lang achter zijn, is dat de sociale problemen van NF1 soms ook wel zo erg zijn dat kinderen de diagnose voor een autisme spectrumstoornis krijgen. Meestal niet het klassieke autisme, hè, dat je alles erbij hebt, maar wel een deel van dat hele verhaal. En dat blijkt er een grotere groep dan we aanvankelijk dachten. Ja, dat is zo tussen de 10% en 30% zo'n beetje. Wat ook nog niet heel goed duidelijk is, hoe groot de groep van kinderen is die meer naar binnen gekeerde problemen hebben. En dat bedoel ik vooral mee kinderen die bangig zijn. En dat gaat van een beetje verlegen of heel erg verlegen tot aan echt een angststoornis. Het grootste gedeelte niet echt een stoornis dat je echt een diagnose van angststoornis hebt, maar wel aan de angstige kant of aan de depressieve kant. Dus echt
stemmingstoornissen, zoals dat heet. Zo kunnen sommige kinderen zich niet goed verplaatsen in andere kinderen. Ze kunnen ze niet zo goed bedenken van, is diegene nou boos op mij of niet? En wat nog weer een ander probleem in het denken eigenlijk is dat ze gezichten niet zo goed kunnen lezen. En wat voor leerproblemen hebben kinderen met neurofibromatose? We weten wel dat ongeveer de helft van de kinderen uiteindelijk op de basisschoolleeftijd in speciale basisonderwijs terechtkomen. Maar je kunt niet je vinger erop leggen of het nou speciale leesproblemen zijn of spellingsproblemen of rekenproblemen. Ze komen allemaal voor en ze komen allemaal veel meer voor bij kinderen met NF dan bij andere kinderen. Maar er is niet eentje die er echt met kop en schouders bovenuit steekt. Maar alles bij elkaar zie je wel dat kinderen veel hulp nodig hebben, ook als ze in het reguliere basisonderwijs zitten. Bijna de helft heeft wel remedial teaching of andere soorten hulp. En er is maar een hele kleine groep, 10-15% van de kinderen, die helemaal geen hulp of speciaal onderwijs nodig heeft. Hoe komt het dat mensen met neurofibromatose vaak ongemotiveerder overkomen dan dat ze daadwerkelijk zijn? Een probleem dat we bij jongeren heel veel zien, een aantal problemen, die we zien bij jongeren zijn bijvoorbeeld de aandachtsproblemen, concentratieproblemen. En dat zorgt er vaak voor dat als mensen afdwalen met hun gedachten, dat ze bijvoorbeeld, als ik nou met jou aan het praten ben, ik ga vervolgens helemaal de andere kant op kijken, dan lijkt het wel alsof ik niet geïnteresseerd ben in dat gesprek. Dat zijn effecten van concentratieproblemen, waardoor mensen denken dat je niet gemotiveerd bent of niet bij het gesprek betrokken bent. Maar juist mensen met concentratieproblemen hebben heel veel moeite om één gesprek goed vol te houden en hun aandacht en hun blik tegelijkertijd te richten en mooi van begin tot einde het verhaaltje af te vertellen. Wat vindt u van het onbegrip van neurofibromatose? Er is heel weinig over bekend, dus er is er ook heel weinig begrip voor. Als mensen onbekend zijn met een bepaald onderwerp, kunnen ze de domste dingen zeggen soms. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen het onderscheid maken tussen niet willen en niet kunnen. Want vaak zullen mensen meteen bedenken dat het een motivatieprobleem is, of ze willen gewoon niet, of ze willen niet hard genoeg werken. Terwijl het een kwestie niet is van niet willen, maar een kwestie is van niet kunnen. En als dat duidelijk is, dat het een aandoening is waar je niks aan kan doen en die je gewoon hebt, en dat het hard werken is om soms om daaraan te ontsnappen, om bijvoorbeeld toch geconcentreerd te raken, ook al is er allemaal onrust in je hoofd, ook al ben je door alle geluiden afgeleid of door allemaal gedachten en plannen die je nog hebt. Dat kost veel meer moeite dan mensen zonder concentratieproblemen. Die hebben eigenlijk makkelijk praten wat dat betreft. Ja. Hallo, Pim Voormeulen. Dag, dokter De Wit. Leuk dat je er bent. Kom verder. Ga zitten. Zo, wat ga ik voor je doen? Kunt u wat vertellen over motorische problemen bij NF? Kinderen met NF hebben meer risico op motorische problemen. Dat wil zeggen, ze kunnen later lopen, fietsen, zwemmen, schrijven en puzzeltjes maken. Kan lastiger zijn. Dat heeft te maken met een vertraagde rijping. Verder zien we dat kinderen met neurofibromatose vaak onhandiger zijn, houterig of wat coördinatieproblemen hebben. Wat we ook heel veel zien met kinderen met NF1 is dat ze wat slap zijn in de spieren en ook wat slap in de gewrichten. Daardoor zijn ze wat hyperlax, zoals we dat noemen, of hypermobiel. En dat maakt het wat extra moeilijk om motorische vaardigheden te ontwikkelen. Omdat je dan wat meer coördinatie en kracht moet ontwikkelen om dingen goed te kunnen. Waarom is het zo dat mensen met neurofibromatose vaak een grotere kans hebben op kanker? Neurofibromatose wordt veroorzaakt door een fout in een gen, in het NF1-gen. Dat gen is betrokken bij celgroei, onder andere. Dat betekent dat de cellen de neiging kunnen hebben om te veel te groeien. Kanker wordt vaak ook veroorzaakt door een fout in het genetisch materiaal van de cellen, waardoor ze zomaar gaan groeien zonder controle. Omdat mensen met neurofibromatose al zo'n foutje hebben, zijn ze gevoeliger dat als er nog zo'n foutje in een cel ontstaat, om sneller kanker te krijgen. Waarom hebben zoveel mensen met neurofibromatose ook last van ADHD en ADD? We zien inderdaad heel veel ADD en ADHD en dat heeft te maken met de leerproblemen. We zien dat bij NF1 de hersenen wat meer problemen hebben om informatie te verwerken en in de rijping. Dat uitzicht heel vaak in concentratieproblemen.
om je goed te concentreren moet je dingen kunnen afsluiten die op dat moment niet belangrijk zijn. En je kunnen focussen op één ding. En dat kan lastiger zijn. Soms is het zo ernstig dat we dat ook moeten behandelen met medicijnen. En dat werkt dan vaak heel goed. Als je nou iemand zou moeten uitleggen wat neurofibromatose is, wat zou je dan zeggen? Wat belangrijk is voor mensen om te weten over neurofibromatose, is dat kinderen die het hebben vaker problemen hebben met motorische ontwikkeling en leren. Maar een heel eind kunnen komen met de juiste begeleiding en oefening. En wat ze ook moeten weten is dat je soms bijzonderheden ziet aan het uiterlijk. Die te maken hebben met de ziekte. Het is niet eng, het is niet gevaarlijk, het is ook niet besmettelijk. En als je daar voorbij kan kijken, dan zie je verder een normaal persoon. Na mijn bezoek aan het ziekenhuis ben ik veel te weten gekomen over neurofibromatose. Ik vond het vooral heel interessant en vooral omdat ik heel veel dingen bij mezelf herkende. Er zijn ook dingen die minder leuk zijn om te horen. Dingen zoals een grote kans op kanker. Dat het een progressieve ziekte is, waardoor de ziekte op ieder moment in je leven erger kan worden. Dat is een heel raar idee, maar ja, daar moet je mee kunnen leven. En dan moet je proberen niet aan te denken. Ook al is het soms moeilijk. Als volgende ga ik langs bij verschillende patiënten. Patiënten van verschillende leeftijden. Daardoor krijg je een breder beeld van hoe mensen neurofibromatose ervaren. En zou je misschien toch zien dat er ook met de ziekte te leven valt. Dit zal mijn eerste ontmoeting worden met mensen met neurofibromatose. En dat vind ik heel leuk, omdat ik zelf niemand in mijn omgeving ken die de ziekte ook heeft. En zelf heb ik het niet van mijn ouders geërfd. Tegen wat voor een probleem loopt hij aan met neurofibromatose? Huidfibromen, jeuk, ontzierend. Maar verder heb ik er niet zo erg veel last van. Wat vindt u het vervelendste aan het hebben van een NF? Het bot gedrag van mensen. Dat ze raar reageren omdat je uiterlijke verschijnselen hebt. Dat ze je mijden. Niet dat mij dat overkomen is, maar ik heb mensen in mijn omgeving die NF hebben, die uit een restaurant gezet worden. Mensen die gevraagd worden om een zwembad te verlaten, omdat ze NF hebben. Nou, dat vind ik zo bot en dat moet uit de wereld. Heeft hij ook tips voor mensen met neurofibromatose? Sluit je aan bij de NFIN. Ga naar de landelijke contactdagen, ga naar de regionale contactdagen. Bezoek regelmatig het forum. Leg daar ook jouw problemen voor, zodat andere mensen met NF terug kunnen reageren op jouw probleem, waar je heel veel aan kunt hebben. De NF is natuurlijk een progressieve ziekte, dus het kan altijd erger worden. Er kan zomaar iets, een fibro van binnen groeien, wat echt schade kan aanbrengen. Bent u daar nog wel eens bang voor dat dat gebeurt? Of bent u er bang voor geweest? Ik ben er niet bang voor geweest. Ik ben er nu ook niet bang voor. Het is me wel overkomen. Maar ik vind het leven te mooi om daar bij stil te gaan staan. Je moet wel door. En absoluut niet gaan zitten dubben van, kan het nog een keer gebeuren? Dan moet je jezelf niet aandoen. Je moet wel doorgaan. Kun je in je eigen woorden vertellen wat neurofibromatose voor je betekent? Nou, het betekent eigenlijk voor Roy wel heel veel. Hij heeft veel last van motorische onrust. Heel druk is hij ervan. Hij heeft nog geen pijn aan moedervlekken of aan fibromen. Maar gewoon, hij zit zichzelf soms een beetje in de weg. Hoe gaat de school van Roy om met neurofibromatose? Hij zit op een speciale school voor langdurig zieke kinderen. Daar hebben ze meer kinderen met neurofibromatose gehad. Er zitten er nu zelfs 2 op, met nog een meisje samen met Roy. Dus er zit wel redelijk wat kennis daar, wat het inhoudt en hoe het zich soms ontwikkelt voor die kinderen. Dat is wel heel erg prettig. Daar hebben toen ze spreekbeurt over gedaan. En toen bedachten kinderen ineens van, oh ja, nou snap ik jou wat beter. Er is heel weinig bekend over neurofibromatose, daarom is er ook heel weinig begrip voor. Wat vind je hiervan? Nou, vind ik geen goede zaak. Het is natuurlijk prettiger als je het vertelt als ouder wat het inhoudt en dat ze daar gewoon rekening mee houden. En in het regulier onderwijs is daar heel vaak maar weinig begrip voor. Als jullie iemand een tip zouden kunnen geven die neurofibromatose heeft, wat zou dat dan zijn? Vertel gewoon wat je hebt tegen de mensen die je leert kennen. Hoeft ook niet meteen, maar tegen mensen die je redelijk goed gaat kennen, leg het uit wat je hebt. Zodat zij er gewoon rekening mee kunnen houden met
hoe ze eventueel met je om kunnen gaan. Dat ze ook wel eens merken van dat je te moe bent om af te spreken. En dat ze je gewoon kunnen aanspreken op wat je eventueel over je gedrag, wat je misbegrijpt of zo. Dat je dan dat ze je daar makkelijker op aan kunnen spreken. Wanneer merkten jullie dat Roy neurofibromatose had? Op kleuterschool en begin al, dat wat later met omdraaien, wat moeilijker lopen, zijn spraak was wat langzamer. En zijn uiterlijke kenmerken natuurlijk. Ja, het ergste was zijn motoriek. Daar had hij zelf ook het meeste last van, veel vallen. Dus dat was wel erg lastig voor hem in het begin. Hoi. Jindra. Pin voor mij. Kom verder. Wat betekent het hebben van neurofibromatose voor je werk of opleiding? Nou, opleidingen moest ik altijd heel erg mijn best doen voor, om te leren. Vooral met vreemde talen. En soms concentratieproblemen, maar eigenlijk heb ik niet echt heel erg tegen dingen aangelopen. Ik heb wel speciaal onderwijs gehad, omdat het gewoon in basisonderwijs ging te snel voor mij. En ja, dat heb ik maar gekozen om voor speciaal onderwijs. Nou ja, die heb ik afgerond. Daarna ben ik naar de MAVO gegaan. En vanuit daaruit MBO nog gedaan. Ik heb wel werk gevonden, maar niet in de richting van mijn MBO-opleiding. Ik werk nu in de winkel in Haarlem. En eigenlijk gaat het gewoon goed. Ik heb een assistentfunctie daar. Gaat gewoon goed. Ja, je krijgt wel eens opmerkingen van mensen, maar reageer ik niet op. Hoe reageren mensen in de omgeving op neurofibromatose? Er zijn zat dingen die je wel meemaakt met je eigen ziekte. Gewoon dat de opmerkingen die je krijgt. Er is er eentje geweest die zei dat ik een kwakje van mijn vader in mijn oog had gehad. Dat was opgedroogd en daarom had ik zo'n oog. De mensen die mij gewoon goed kennen, die zien het eigenlijk niet meer. Dat zeggen ze allemaal van we kijken er doorheen. Dus ik denk dat mensen in mijn omgeving, ja, ik geef nooit toe aan die vermoeidheid, dus ik ga ook altijd maar door en door. En als ik dan eindelijk een keer even vrij ben, ja, dan stort ik in. Het hoort gewoon bij me en als het ineens weg zou zijn, dat zou vreemder overkomen dan nu het er nog zit. En wat voor tips kan je mensen geven die neurofibromatose hebben? Gewoon jezelf blijven. Dat vind ik het belangrijkste. Niet in de schulp kruipen, want je bent wie je bent en mensen moeten je accepteren zoals je bent. Jij leeft met de NF leeft niet met jou. Na mijn bezoek aan de andere patiënten met neurofibromatose ben ik veel te weten gekomen over neurofibromatose en vooral hoe mensen het ervaren. Ik vind het heel leuk ook om te zien dat mensen toch goed kunnen leven, ondanks dat ze de ziekte hebben. Ook is het voor sommige mensen een stuk moeilijker om met de ziekte te leven en zijn er mensen die het tot kort niet eens wisten. Het is heel goed om te zien dat er mensen zijn die er goed mee kunnen leven. Helaas is het ook zo dat er mensen zijn die er heel veel moeite mee hebben. Mensen die niet in staat zijn om te werken. Of mensen die het in elk geval ontzettend veel moeite kost. En dat hoort bij de ziekte. En daarom vind ik dat er meer begrip moet komen voor de ziekte. Er zijn mensen die heel graag willen werken, maar het gewoon niet kunnen. Er zijn mensen die hebben hele erge uiterlijke klachten en zoals je hoort, die worden gewoon op het zwembad gezet omdat mensen het onsmakelijk vinden. Ik vind dat soort verhalen afschuwelijk en dat moet veranderen. Voor mezelf, het vervelendste van de ziekte wat ik van mezelf vind, is het sommige psychische stoornissen zoals leerproblemen, waardoor ik dingen toch wat trager leer. En dat kan soms heel vervelend zijn. En vooral vervelend is natuurlijk dat het een progressieve ziekte is. En dat het zomaar erger kan worden. Het zou zomaar ergens een rare fibroom kunnen groeien, waardoor je iets blokkeert bij je hersenen. Of een vergrote kans op kanker. Dat is natuurlijk heel vervelend. Maar ik ga daar niet mijn hele leven mee zitten. Ik ga gewoon door. Ik hoop dat mensen meer te weten gekomen zijn over neurofibromatose. En ook meer begrip hebben voor mensen die de ziekte hebben. Nou, dit was mijn documentaire over neurofibromatose. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en wat geleerd hebben.